Ik mag inmiddels meer dan 200 dagen Kamerlid zijn en jou vertegenwoordigen. Het was een hele turbulente periode met een nieuwe realiteit. Namelijk dat extreemrechts aan de knoppen draait in Nederland. In de afgelopen periode heb ik veel belangrijke debatten gevoerd. Debatten over discriminerende banken, over bedrijven, over pro-Palestina studentendemonstraties en het groeiende moslimhaat in Nederland. Ook mocht ik vaak het land in om festivals te bezoeken, om evenementen langs te gaan, om in gesprek te gaan met vrijwilligers en ondernemers. En al het harde werk heeft ook zijn vruchten afgeworpen. In de afgelopen 200 dagen heb ik 20 voorstellen aangenomen gekregen. Er zijn voorstellen zoals het terugdringen van het aantal mbo'ers wat vroegtijdig stopt met de opleiding. Het aanpakken van onderadvisering van kinderen op basisscholen, maar ook het mogelijk maken van meer noodhulp aan Gaza. Maar ook om ervoor te zorgen dat onze kinderen op basis- en middelbare scholen weer in fatsoenlijke gebouwen les kunnen krijgen. En achter de schermen werken wij aan nog veel meer voorstellen. Maar het is nu tijd voor het zomerreces. Tijd om een beetje bij te komen van het politieke chaos van Den Haag. En na het reces zal ik mij volledig opgeladen en onverminderd keihard inzetten voor onze idealen. Tegen het gif van extreem rechts, tegen racisme en discriminatie en tegen moslimhaat.